Hey, nou, ik zou zeggen, kom maar even binnen. Ik moet iets toegeven. Ik ben heel erg materialistisch als het gaat om mijn spullen. Ik geef het heel eerlijk toe, aangezien ik zelfs de straat niet op kan zonder dat ik mijn iPhone meeneem of mijn laptop bijvoorbeeld meeneem als ik ergens heen ga. En ik denk dat mijn bureau al enigszins de belichaming is van het hele materialisme waar ik mij eigenlijk dagelijks mee bezig hou. Natuurlijk draait er niet alles omheen, maar ik moet ook eerlijk toegeven dat zelfs als ik op vakantie zou gaan, dat ik zoveel mogelijk mee zal nemen. Alles om mezelf te kunnen vermaken. Terwijl nog geen 10 jaar geleden, nou ja, laten we zeggen 20 jaar geleden, ik ben echt best wel oud geworden inmiddels, dat 20 jaar geleden, toen ik een jaar of 2-3 was, dat ik me kon vermaken met het meest simpele. En dat is eigenlijk hartstikke raar als je erover nadenkt, dat in nog geen 20 jaar tijd er zo ongelooflijk veel veranderingen zijn geweest, dat we niet meer zonder technologie kunnen. En dan ben ik heel erg benieuwd naar hoe jullie er tegenover staan. Want ik kan me goed voorstellen dat je naar school gaat, je laptop meeneemt en een heel scala aan apparatuur. Nog niet eens een rekenmachine. Een rekenmachine was eigenlijk het enige wat ik altijd in mijn tas had aan technologie, om het zo maar te noemen. En ik wil heel graag weten van jullie van, wat is nou jullie dierbaarste materialistische bezit wat jullie hebben? Waar kun jij niet zonder overleven? Laat me even weten met een reactie beneden in de comments. En ik ben er gewoon heel erg benieuwd naar, want het is af en toe heel lastig om ergens aan te komen en mijn tas leeg te halen waar ik vervolgens mijn laptop neerzet, mijn camera eruit haal, nog een camera eruit haal. Ik kan me haast niet voorstellen, dus... En even heel wat anders. Aankomende zaterdag is de Nederlandse YouTube Gathering nummer 6. En bijna 2 weken geleden ben ik samen met Enno van YouTube Nieuws daar al heen geweest voor een soort van sneak preview. Als je die nog niet gezien hebt, kun je zo meteen aan het einde van de video even klikken op een annotation waar ik hem link. En uiteraard hoop ik jullie natuurlijk te zien. Alle informatie staat in die video en ik zal het ook even in de beschrijving zetten voor degenen die te lui zijn om te klikken op de annotation. We zullen uiteraard een hele leuke dag ervan maken. En wees niet bang om me aan te spreken, al loop ik heen en weer of wat dan ook. Spreek me gewoon even aan, ik vind het altijd leuk om even gezellig een praatje te maken. Het is weer even een tijdje geleden dat ik dit op deze manier heb gedaan. Ik vind het hartstikke leuk om weer gezellig te zitten in mijn kamer, zeg maar. Dus laat even weten of je het leuk vindt. Nog even een groen duimpje mag doen. Aan je favorieten toe te voegen. En natuurlijk te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie met alle liefde aankomende zaterdag. En ik zou zeggen... Bye!